Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken en het is weer zover. Het is tijd voor mij om bekend te maken wat mijn favoriete spellen waren van 2020. Voordat ik dat ga doen wil ik deze gelegenheid altijd even aangrijpen om toch nog eventjes persoonlijk een boodschap aan jullie over te brengen. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal, want dit was nogal een bijzonder jaar om het kort samen te vatten. Want aan de ene kant zullen velen van jullie, net als ik, heel veel thuis gewerkt hebben en dus ook heel veel thuis geweest zijn. Wat aan de ene kant goed is voor het spelen van spelletjes, maar aan de andere kant, helaas, dit jaar zijn er bijna geen spellenbeurzen geweest. In het voorjaar nog eentje en daarna helemaal niks meer. En daar baal ik een beetje van. Dat vind ik heel jammer. Ik vind spellenbeurzen op zichzelf al super gezellig en leuk om erheen te wandelen. En aan de andere kant is dat ook mijn kans, mijn gelegenheid om met jullie in contact te komen fysiek. En ja, dat heb ik wel een beetje gemist dit jaar. En hopelijk dat we daar volgend jaar vrolijk weer goed kunnen maken. Maar dat neemt niet weg dat jullie me toch weer in grote getale benaderd hebben. Ofwel door een mailtje of een comment of door een post op mijn website. De cijfers ook dit jaar zijn weer enorm gestegen. Ik blijf me daar ontzettend dankbaar voor. En ook de steun die jullie betuigen. Super gaaf. Ga zo verder. Blijf mijn filmpjes kijken. Like, subscribe. Dat helpt mij enorm om ook mijn kanaal gewoon draaiende te houden. En steeds leukere spulletjes te kunnen kopen. Om nog mooiere filmpjes te maken en ook eens een keer wat gekke uitstapjes te doen die dit jaar iets meer in het water vielen dan gebruikelijk. Maar wat zeker nog in het vat zit. En verder, ja, de feestdagen komen er weer aan. Sinter-Nicolaas en de kerstman staan alweer aan de deur te kloppen. Dus het wordt hoog tijd om keuzes te maken van wat gaan we in de schoenen stoppen en leggen we onder de kerstbomen. Ja, ik ben een groot fan van deze feestdagen, want die zijn gevuld met lekkernijen. Zoals de chocolade pepernoten, welke bij mij in grote hoeveelheden per dag er doorheen gaan. Wat heel gevaarlijk is, want je wordt er niet slanker van. Maar het is altijd lastig om te kiezen uit al die verschillende spellen die eruit gekomen zijn. Wat moet je nou kopen? Wat gaat er nou in die schoen? Wat leg je nou onder de kerstboom? Dus vandaar dat mijn top 10 misschien suggesties bevat waar jullie wat aan hebben. De spelregels zijn eenvoudig. Ik kijk naar alle spellen die ik behandeld heb na het filmpje wat ik gemaakt heb van mijn top 10 2019. En daaruit kies ik de 10 spellen die bij mij het meeste indruk hebben gemaakt. En die ik nog steeds met heel veel plezier op tafel leg. En die ga ik vervolgens met jullie delen. En nu ik toch aan het delen ben in samenwerking met badmouse.be mag ik nog meer delen. Ik ga namelijk ook een spel weggeven, namelijk Queen's Kitchen. Een super vermakelijk familiespel waarbij je ingrediënten verzamelt, recepten probeert te voltooien en als eerste een x-aantal gasten wilt voorzien van voedsel, terwijl je tegelijkertijd de mede-koks die ook aan het strijden zijn voor die ingrediënten een beetje dwars probeert te zitten. De winactie is heel eenvoudig. Gratis kun je meedoen. Je kunt meedoen tot en met 30 november 2020. Het enige wat je hoeft te doen is mij te laten weten welk spel ik per se moet reviewen. En uit alle inzendingen zal ik de meest originele kiezen. En die wordt de gelukkige nieuwe eigenaar van Queen's Kitchen. Genoeg gedraald. En wordt het nu tijd om te beginnen met mijn top 10 2020. En geëindigd bij mij op nummer 10 is het spel Oude Meesters van Keep Exploring Games. In Oude Meesters kruip je in de huid van een oude meester, een schilder, en ga je proberen de juiste kleuren, verf bij elkaar te verzamelen, zodat je diverse schilderijen kan maken en die schilderijen zorgen weer voor punten. En dat is gestoeld op een worker placement mechanisme, waarbij de verschillende acties elke beurt draaien en op andere posities komen, waarbij sommige posities weer afgedekt worden en sommige vakjes weer beschikbaar komen. En daarbij moet je dus vooruit plannen. Je wil aan de ene kant de acties die je doet, dus het verzamelen van verf, het mengen van verf, het daadwerkelijk verven, die wil je steeds sterker maken, want als je dan de actie doet, krijg je gewoon meer of meer blokjes verf, of je kunt meer mengen, et cetera. En aan de andere kant wil je de juiste schilderijen binnenhalen om zoveel mogelijk punten te scoren. En het mechanisme van dit spel is aangenaam gemakkelijk, wat het een toegankelijk worker placement spel maakt. En tegelijkertijd is het uitdagend, omdat je verschillende keuzes hebt. Je kunt elkaar dwars zitten, je moet een beetje vooruit plannen en je probeert combinaties te maken waarbij jij dan uiteindelijk de beste schilderijen weet te schilderen en dus de meeste punten kan maken. En die mix van
van elementen is in dit spel gewoon heel erg tof gedaan. Het is een sneller worker placement spelletje. De schaling vond ik plezierig. Het speelt leuk met twee spelers. Dan worden er gewoon meer acties afgedekt. Maar met drie of vier is het even plezierig. En ook het feit dat je invloed hebt op die draaischijf. Er is gewoon een actie waarmee die schijf nog sneller kan draaien. Waardoor je andermans plannen in de war kan gooien. Maakt dit gewoon tot een super interactief, grappig en vermakelijk spelletje. Wat gewoon heel erg goed in elkaar zit. En wat ik ook gewoon makkelijk en op tafel krijg. En dat er ook nog eens een keer heel leuk uitziet met al die toffe schilderijen. En het is om die reden dat Oude Meesters bij mij op nummer 10 is geëindigd. Op nummer 9 is bij mij het spel Chai geëindigd van Steep Games. En Chai is zo'n spel wat ik via een fan heb ontdekt. Wat ontzettend leuk in elkaar zit. Het eerste waar het mij aan deed denken was Ticket to Ride. En dat is niet omdat je ook met treintjes aan het clearen bent. Want in dit geval ben je thee aan het maken voor verschillende klanten. Iedere speler heeft zijn eigen theehuis. En je moet verschillende ingrediënten bij elkaar weten te sprokkelen. Om een lekker bakje thee te maken voor specifieke klanten die allerlei eisen hebben. Die willen bijvoorbeeld melk erin hebben, die willen suiker, bepaalde vruchten, bepaalde soorten blaadjes, etc. Maar het mechanisme op zichzelf is, je bent aan de beurt, je kiest één actie, je hebt keuze uit drie mogelijkheden. En daarbij zul je steeds moeten afwegen van wat is voor mij het meest gunstig. En tegelijkertijd ook weer een klein beetje vooruitdenken. De vormgeving is tof gedaan. En wat ook een tof mechanisme is, elke speler heeft een bepaalde kleur. En dan heb je 7 unieke theeblaadjes in jouw kleur. Maar andere mensen kunnen klanten, die overigens ook in de kleuren komen van de spelers, klanten in jouw kleur bedienen. En dan gebruiken ze een van jouw theeblaadjes. Het kost wel geld, maar als jouw theeblaadjes op zijn, je bent bijvoorbeeld een rode speler, alle rode theeblaadjes van jou zijn op, dan kunnen we geen rode klanten meer voorzien van thee. Want ja, dat is het speciale ingrediënt wat erbij moet voor een rode klant om het succesvol te maken. Dus dat is ook nog een grappig mechanisme. En de totale vormgeving is weer erg fraai gedaan met de ingrediënten, steentjes, de kopjes thee waar de ingrediënten in gaan, de klanten waar heel veel leuke humor en references in verstopt zitten. Het ziet er gewoon erg leuk uit, maar het is ook weer erg toegankelijk. En het is gewoon een plezierig spel om te spelen. De sfeer is aangenaam en het mechanisme zit gewoon deugdelijk in elkaar. En ik vond het wederom zo'n spel wat je snel en gemakkelijk op tafel kan leggen en waar bijna iedereen wel plezier uit haalt. En waar toch genoeg uitdaging en diepgang in zat om het steeds weer opnieuw te proberen. Dus vandaar bij mij op nummer 9 het spel Chai. En op nummer 8 heb ik het spel It's a Wonderful World staan, uitgegeven door Geronimo Games. It's a Wonderful World is ook weer zo'n spel wat me aangenaam verrast heeft. De voorkant is misschien niet iets wat schreeuwt naar mensen van dit is een leuk spel. Maar geloof me, ik vind het een ontzettend tof spel om te spelen. En dat komt omdat het twee leuke mechanismes met elkaar verenigt. Aan de ene kant het drafting mechanisme. Je krijgt een hand met kaarten, je kiest er een die je graag wilt hebben. Je geeft de rest door, je krijgt van je buurman een volgende hand, je kiest er weer één. En zo ga je je starthand vormen. Alle kaarten die je hebt kun je op twee manieren gebruiken. Of je kunt ze wegsmijten voor de grondstoffen die erop staan. Of je kunt ze gaan bouwen voor de eigenschappen die de kaart heeft. Maar dat bouwproces is meestal iets wat tijd vergt. Dus het duurt even voordat ze daadwerkelijk in jouw stad terechtkomen. En dat leidt tot het tweede mechanisme, de engine builder. Want naarmate je bepaalde gebouwen in je stad hebt, krijg je standaard tijdens de inkomsten meer grondstoffen. Die grondstoffen kun je weer gebruiken om meerderheden te creëren, waardoor je bonussen krijgt. En die kun je weer gebruiken om nieuwe kaarten te bouwen die weer in je stad komen. En zo wordt je engine steeds indrukwekkender. En wat dit spel wat mij betreft er bovenuit steekt, is het feit dat je maar 4 rondes de tijd. Dus de engine die je bouwt zul je snel en efficiënt moeten maken. En de toegankelijkheid is erg hoog. Het werkt met duidelijke symboliek. En dat betekent dat je het ook kan spelen met mensen die minder gewend zijn aan engine builders, drafting mechanismes. En toch zullen die gewoon lekker kunnen knutselen en gewoon een goede kans maken. Ik heb het gespeeld met mensen die letterlijk nog geen engine builders, deck builders op zo'n niveau hebben gespeeld. En die hebben gewoon fantastische engines neergelegd en die hebben schik gehad. En dat is een van de redenen waarom ik zeg, dit is gewoon een heel sterk spel door de toegankelijkheid. En het zijn twee mechanismes die ik persoonlijk heel leuk vind. En er zijn zoveel kaarten, zoveel mogelijkheden en zoveel verschillende engines die je kan bouwen. Dat de herspeelbaarheid ook fantastisch is. En dat is de reden waarom It's a Wonderful World bij mij op nummer 8 is geëindigd.
En bij mij op nummer 7 staat 5 Minute Mystery, uitgegeven door Wiggle 3D. 5 Minute Mystery, het is een spel wat ik veel op tafel weet te krijgen. Dat komt aan de ene kant doordat het een snel spelletje is. Een potje duurt maximaal 10 minuten, soms 5 of minder. En het combineert eigenlijk twee toffe mechanismes. Een mastermind, je probeert in een afbeelding bepaalde plaatjes te zoeken, bepaalde symbolen. En die moet je in een codex invoeren. En als je die dan compleet hebt, check je het, heb je het goed, mag je een clue pakken. En met die clues probeer je dus een verdachte te achterhalen, of soms meerdere. En dat doen we gezamenlijk. Dus één speler heeft die codex in de hand. Andere spelers zijn op dat plaatje aan het zoeken naar die symbolen. Dat communiceren ze, dat wordt in die codex ingevoerd. En als dat klaar is, check je het, pak je een clue. En dat voeg je dan toe aan de culprit. En dan kijk je middels een soort barcodesysteem. Past die op de verdachte die we hebben? Je ziet alleen maar de achterkant. Past die niet, dan weet je van oké, nou, dat is dus een item of een eigenschap die de verdachte niet heeft. Dus dan kunnen we al die verdachten uit onze display aan verdachten elimineren. En past die wel, dan weten we, hè, bijvoorbeeld hij draagt een bril of hij heeft handschoenen aan. En dat betekent dus dat alle verdachten die geen bril hebben of geen handschoenen, die halen we weer uit onze display. En zo proberen we onder tijdsdruk, want het mechanisme op zichzelf is heel eenvoudig, maar de tijdsdruk is wat het uitdagend maakt. En soms ook de twists die de verschillende scenario's in zich hebben, proberen we het voor elkaar te krijgen. En je merkt zeker met grotere groepen dat communicatie ontzettend belangrijk wordt en afspreken hoe je het gaat tackelen, want de minuten tikken vrolijk weg en als er dingen fout gaan, ja, alles is kostbare tijd. En als we niet op tijd de verdachte weten te vinden, helaas zullen we het nog een keer moeten doen. Je bent gewoon met z'n allen lekker bezig en de strijd, de race om het voor elkaar te krijgen voordat de laatste seconden wegtikken is super vermakelijk. Dus vandaar bij mij op nummer 7, 5 Minute Mystery. En bij mij op nummer 6 is geëindigd een bijzonder spel, U-Boat the Board Game, uitgegeven door Phalanx. U-Boat the Board Game voelt soms meer als een simulatie dan dat het echt een bordspel is. Het werkt met een app waarin de missie wordt bijgehouden, waarin de gebeurtenissen worden ingegeven. En de spelers, het is een coöperatief spel, vormen samen de bemanning van een onderzee. En met elkaar gaan wij in een Duitse onderzeeër tijdens de Tweede Wereldoorlog op pad. We krijgen een missie en onderweg gebeurt er van alles en nog wat. We kunnen merchants tegenkomen die we natuurlijk graag tot zinken brengen als ze tenminste van de geallieerden zijn. We kunnen vijandelijke destroyers tegenkomen die jagen op ons. We kunnen mijnenvelden tegenkomen. Er kan van alles en nog wat gebeuren. En dat wordt allemaal bepaald door een app die erbij zit. Wat dit spel bijzonder maakt is aan de ene kant de vier rollen zijn allemaal anders. Die hebben hun eigen specificaties, hun eigen takenpakketten. En je moet met elkaar communiceren, want de kapitein is degene die bijhoudt hoeveel acties we mogen doen voordat we de volgende watch krijgen. Elke dag bestaat uit vier rondes en in elke ronde heb je een x aantal acties. Nou, die acties die worden bijgehouden door de kapitein. Maar zoiets simpels als het wijzigen van koers is een actie. De snelheid veranderen is een actie, het duiken is een actie. En het maken van de juiste keuzes en het efficiënt doen van dat soort acties, dat is een van de uitdagingen in dit spel. Daarnaast het managen van de problemen die de app op je pad gooit, dus een onverwachte reparatie aan het een of ander van de onderzeeër, opeens een vliegtuig wat ons spot of een vijandelijk schip wat we zien wat achter ons aankomt. Dat zijn dingen waar je mee om moet gaan en waar je rekening mee moet houden. En aan de andere kant de sfeer die het spel neer weet te zetten. Dit is niet een spel wat je met iedereen kan spelen. Het is een hoop regels waar je rekening mee moet houden. Je moet echt jezelf verdiepen in de rol. Maar als je dan uiteindelijk in dat spel duikt, dan is de sfeer fantastisch. En dan wordt het ook echt gewoon super spannend. Kijk daarvoor mijn filmpje, daar heb ik al voorbeelden uitgezet. Maar heel kort, je ziet een merchant en een escort, dus een vijandelijke destroyer. Je schiet die merchant met een torpedo uit het water, je duikt onder. Nou, dan gaat die destroyer natuurlijk op zoek naar jou. En dan hoor je dus via de app het geping van die radar. En vervolgens zie je in de app dus ook een decibelmeter. Dus als jij gewoon op normaal niveau blijft praten, dan zie je die heel hard uitslaan.
waardoor dus ook het spel jou makkelijker kan vinden. Dus dan moet je daadwerkelijk gaan fluisteren om je orders door te geven, koerscorrecties. En dan hoor je dus, iemand zit aan de hydrofoon, dus die hoort waar dat schip zijn schroef zit, komt die dichterbij. Je hoort de dieptebom het water ingaan. En de spanning en de sfeer die daardoor gecreëerd wordt is fenomenaal. Super gaaf om te doen, maar een spel wat je lang niet met iedereen op tafel kan krijgen. Maar als je het speelt met de juiste groep is het werkelijk geweldig om te ervaren. Vandaar bij mij op nummer 6, U-Boat The Board Game. En op nummer 5 staan bij mij de Architecten van het Westelijk Koninkrijk, uitgegeven door White Goblin Games. De Architecten is een worker placement spel met een aangename twist in die zin dat iedere speler begint het spel met maar liefst 20 workers die je op pad kan sturen naar verschillende acties. En de meeste acties in dit spel werken volgens het principe hoe meer mannetjes er staan van jou, hoe sterker de actie wordt. Het nadeel is, je krijgt die mannetjes niet zomaar terug. En het gevaar is, als je met te veel mannetjes bij elkaar zit, en dat past misschien wel een beetje in het thema van het tijdperk waar we zitten, als er te veel mannetjes bij een actie staan, dan kan je naar een ander soort actie gaan en zeggen, ze staan daar met heel veel samen. En dan gaan ze naar de gevangenis. Simpels gezegd. Dus dan kun je die groepjes weer weghalen. Dus heel veel mannetjes bij één actie maakt die actie voor jou steeds sterker, maar brengt ook het risico mee dat iemand anders ze van je afpakt. En dan moet je ze maar weer via andere omwegen terug zien te krijgen. Er zijn verschillende mechanismes in dit spel om punten te scoren. Je gaat in ieder geval gebouwen bouwen, je kunt dan de kathedraal gaan bouwen. En wat ik ook leuk vind, er zit een moraalspoor bij, waarbij je als je lager gaat op het moraal steeds goedkoper acties kan doen. Want dan hoef je op een gegeven moment geen belasting meer te betalen. En dat is natuurlijk altijd lekker. Mag je niet meer bouwen aan de kathedraal. Want daar wrijft het een beetje. En als je een hele hoge moraal hebt, dan kun je natuurlijk makkelijk bouwen aan de kathedraal. Krijg je extra punten aan het einde van het spel. Maar mag je niet meer naar de zwarte markt, waar je weer hele leuke andere acties vandaan kan halen. Dus daar zul je ook weer afwegingen in moeten maken. En dat is ook nog weer een tof mechanisme. Verder duidelijke symboliek, mooi artwork en toffe mechanismes, twists in dit worker placement mechanisme die het voor mij gewoon ontzettend leuk maken om steeds weer op tafel te leggen. En het is om die reden dat Architecten bij mij geëindigd is op nummer 5. En op nummer 4 bij mij staat het spel Quad Heroes, uitgegeven door Wonderment Games. Quad Heroes is een variant op Robo Rally, een van mijn toppers uit 2012. En wat ik zo tof vind aan Quad Heroes zijn de verschillende manieren waarop je de scenario's kan spelen. Je hebt player versus player, je hebt teams varianten, je hebt co-op varianten en er zijn ook nog een reeks aan solo varianten. En wat Quad Heroes doet, het is een programmeerspel en afhankelijk van welk scenario je doet, ben je dus of aan het racen om als eerste ergens te komen of je probeert gezamenlijk een doel te bereiken. En elke speler heeft een figuurtje in de vorm van een kubus en die kubus heeft dus 6 zijdes. En afhankelijk van welke zijde aan de bovenkant zichtbaar is, bepaalt dat welke actie je kan doen. Elke zijde heeft een actie daaraan gekoppeld. Zo probeer je dus, bijvoorbeeld de ene actie, of de ene zijde geeft je de mogelijkheid om een stapje links, rechts, boven, onder te doen. De andere laat je springen, de andere laat je diagonaal bewegen. Dat is al van alles en nog wat. Naarmate je verder komt kun je dus ook upgrades daaraan toevoegen. Maar je programmeert dus jouw held in de hoop dat je niet ondertussen door een andere speler of een tikje naar links of rechts krijgt, waardoor het zorgvuldig uitgestippelde pad wat je klaar had gelegd voor jezelf en toch weer eventjes een andere route gaat nemen. Daarnaast is de vormgeving ook heel erg tof gedaan. De verschillende borden zijn erg kleurrijk, vrolijk. De items, de fiches zien er leuk uit. En elk figuurtje is dus een kubus. En je hebt dus ook een scenario met schaapjes. En die schaapjes zijn dus kleinere kubusjes die er heel grappig uitzien. Maar de manier waarop het werkt is super toegankelijk en vermakelijk. En de aangename chaos gecombineerd met het bewust elkaar dwars zitten. En de grote mix van verschillende scenario's maakt dat Quad Heroes gewoon een ontzettend tof spelletje is om te spelen. En daarom bij mij op nummer 4. En dan komen we alweer bij mijn top 3 van 2020. En op nummer 3 is geëindigd een spel wat ik zelf niet verwacht had en wat misschien jullie ook niet verwacht hadden.
Project Elite, uitgegeven door Cool Media Not en Artipia Games. Ik heb dit spel een tijd geleden behandeld in alleen de uitgave van Artipia. En mijn grootste probleem toen met het spel was voornamelijk gebaseerd op het feit dat de miniaturen eruit zagen als gesmolten klompjes plastic. Maar daar hebben ze in een nieuwe uitgave van dit jaar verandering in gebracht. Mede dankzij Cool Minionot zitten er nu schitterende miniaturen in. En het spelmechanisme op zichzelf is iets wat ik steeds meer ben gaan waarderen. Hoe werkt het spel? Het idee is, je krijgt een scenario waarbij je bijvoorbeeld een x-aantal locaties moet vernietigen door daar de juiste dobbelsteensymbolen op te zetten. En ondertussen word je constant aangevallen door golf na golf na golf van vijanden. Een beurt bestaat uit een event, over het algemeen een portie ellende als je geluk hebt niets. Dan komen de nieuwe monsters in het spel. Dan mogen wij acties doen. Dan gaan alle monsters nog een keer aanvallen. En dan begint de volgende beurt. Dus je hebt portie ellende, wij mogen iets doen, portie ellende. En dat betekent dus dat wij redelijk ons best moeten doen. Maar de core mechanics zijn eenvoudig. De monsters die bewegen gewoon over het bord, over paden die daarop afgebeeld staan. Als daar al een monster staat, duwen ze die vrolijk naar voren. En je moet voorkomen dat er een monster uiteindelijk in onze basis komt aan de andere kant van het speelbord. Dus om dat te doen, als we uiteindelijk als helden aan de beurt zijn, hebben wij 2 minuten real-time de tijd om met onze dobbelstenen te gooien. 4 dobbelsteentjes, daar staan verschillende symbolen op. En die symbolen geven ons de mogelijkheid om te bewegen, onze wapens te laden, om speciale acties op het bord te doen, zoals een zoekicoon waarbij je nieuwe items krijgt. Of dus inderdaad bepaalde objectives voltooien waar we dobbelstenen op moeten leggen. En je hebt natuurlijk nog een speciale eigenschap van je held. Maar zodra die 2 minuten ingaan, dan heb je, als het goed is, met elkaar besproken wat het plan is. En dan ga je dobbelen in de hoop dat je gooit wat je moet gooien. En op elke dobbelsteen zit 1 rode zijde. En als je de rode zijde gooit, dan moet je een monster weer 1 stapje naar voren bewegen. En zo komen die monsters dus, zelfs als wij aan de beurt zijn, nog steeds dichterbij. En dat is soms ook wel fijn, want je wapens hebben af en toe een beperkte range. Af en toe komt er een eindbaas tussendoor, die geeft nog wat extra vreugde. En normaal het dom dobbelen. Jullie weten dat ik daar geen fan van ben, maar in dit spel, die 2 minuten, je bent echt geconcentreerd op wat je aan het doen bent. Soms heb je nog even de tijd van, joh, moet ik jou helpen? Of kun je dat monster in mijn richting bepalen, zodat ik erbij kan? Maar over het algemeen is iedereen gewoon als een gek 2 minuten aan het dobbelen. En daardoor heb je even geen interactie, maar juist door alles wat er omheen gebeurt, vind ik dat niet bezwaarlijk. En is het ook wel weer super tof om te kijken naar die 2 minuten. Dat je denkt, wat is er nou gebeurd? Hebben we het gehaald? Is het een beetje fatsoenlijk opgelost? En dat is iets wat in Project Elite, zeker met de vormgeving die het nu heeft, fantastisch naar voren komt. Dus vandaar bij mij op nummer 3, Project Elite. En dan komen we bij mijn nummer 2 van 2020. En dat is het spel Hellapagos. Ik heb me zo verschrikkelijk vermaakt de afgelopen tijd met Hellapagos. Voor degenen die het live willen zien, er is een Nox speelt filmpje waarin ik samen met de heren van 99 Games en Erwin Broens van bordspelen.nl het spel aan het spelen ben. En ook daar lachen we ons een slag in de ronde. Hellapagos, uitgegeven door 99 Games, is een... Ja, je kunt het coöperatief noemen, maar ik zou het woord niet gebruiken. Het is een spel waarbij we gezamenlijk gestrand zijn op een onbewoond eiland. En daar moeten we natuurlijk van afkomen. En dat moeten we doen door te overleven. En om te overleven hebben we natuurlijk allemaal drinken nodig, water. We hebben wat visjes nodig om te kunnen eten. En we hebben vlotten nodig om uiteindelijk van het eiland af te komen. De tijd die we daarvoor hebben wordt bepaald door de weerkaartjes. Als op een gegeven moment de grote storm komt, dan moeten we voor alle mensen die nog leven, alle spelers die er nog in het spel zitten, moet er een vlot zijn, een eten en een drinken. En dat klinkt natuurlijk super makkelijk, maar het spel maakt het ons zeer lastig. Dit is een spel waar heel veel sociale interactie naar boven komt. En de tactiek om met zoveel mogelijk mensen het einde te halen is eigenlijk pertinent gedoemd om te mislukken. Dus je moet smerig spelen. Je moet proberen maatjes te vinden die op eenzelfde golflengte zitten als jij. En daarmee moet je kiezen van wie gaan we van het eiland afwerken. Want er zijn verschillende manieren om iemand uit het spel te krijgen. Allereerst, iedereen krijgt een aantal wrakkaarten.
Je kunt als een van de acties ook naar het wrak zwemmen om te kijken of je daar nog iets leuks uithaalt. En tussen die wrakkaarten zit een pistool, waar je op zich niks aan hebt. Maar er zitten ook kogels tussen. En heb je ze allebei, dan kun je zeggen, nou, jij doet even niet meer mee. En dat kan natuurlijk een mooie manier zijn om te voorkomen dat die persoon eten en drinken nodig heeft. Want ja, dan heb jij weer meer. Aan het einde van elke ronde moet iedere speler die nog leeft een voedsel nemen en een drinken. En laten we zeggen, we zijn met z'n vieren, we hebben 3 drinken en 3 voedsel. Dat betekent dat we eerst gaan kijken, oké, er is 1 iemand te veel voor het drinken. Dan gaan we met z'n allen stemmen. Wie krijgt deze beurt geen drinken? En als die geen drinken krijgt, ligt die uit het spel. Dan komen we bij de voedsel. Nou, we hebben 3. Nou, als je bij het drinken al iemand weg hebt weten te werken, dat betekent dat je dan met z'n drieën bent. Nou ja, dan is het eten opeens geen probleem meer. Nou, dat is dus een manier om het op te lossen. En dat wordt natuurlijk naarmate de tijd vordert steeds erger. En dan zit er nog een nare twist in. Om hout te halen moet je de jungle in gaan. En als je de jungle in gaat, haal je uit een jutezak een aantal ballen. En zodra je daar de zwarte bal bij te pakken hebt, dan heb je geen hout gevonden, maar wel giftige slang. En die heeft jou vrolijk staan knagen. Wat betekent dat je de volgende ronde ziek bent. En als je in een ronde ziek bent, heb je geen actie. Dus je kunt niks bijdragen aan de expeditie. Je hebt geen stem en je mag geen kaarten spelen, anders dan kaarten om te overleven als je er bijvoorbeeld uitgestemd gaat worden. Maar je bent nog wel iemand die eet en drinkt aan het eind van een ronde. Nou ja, dan weet je al van oké, jij bent ziek, we hebben te weinig drinken, we hebben te weinig eten. Ja, vrees dat we toch weer afscheid van iemand gaan nemen. En het mechanisme zelf is super toegankelijk en de charme en vreugde komt echt voort uit de sociale interactie. De manier waarop je pact sluit met andere mensen, elkaar een mes in de rug duwt. Superleuk, ik kan het van harte aanraden, zeker zodra we weer wat grotere groepen mensen bij elkaar het kan. De Nederlandse versie heeft ook gelijk een aantal uitbreidingen erbij zitten die het spel nog weer meer leuke twists en turns geven. Echt een geweldig vermakelijk spel en vandaar bij mij op nummer 2. En bij mij op nummer 1 is geëindigd het spel The Crew, uitgegeven door 999 Games. The Crew is een coöperatief slagenspel waarbij we in 50 missies proberen te komen tot de 9e planeet. En in elke missie krijgen wij een opdracht die we met z'n allen moeten voltooien. En dat is meestal dat een bepaalde kaart bij bepaalde spelers moet liggen. Oftewel, je moet een slag winnen waarin die kaart zit. En dat moeten we gezamenlijk zien te realiseren. En daarin worden we beperkt doordat we niet mogen communiceren over de kaart in onze hand. De enige vorm van communicatie die we hebben is we mogen op een gegeven moment, willekeurig moment tijdens ons of tijdens het spel, mag je 1 kaart op tafel leggen. En dan mag je een fiche opzetten en dan mag je aangeven dit is mijn hoogste kaart in die kleur, dit is mijn laagste kaart in die kleur of dit is mijn enigste kaart in die kleur. En zelfs die communicatie wordt af en toe verstoord. Maar dat is het enige wat je mag zeggen. Dat betekent dus dat je overgeleverd bent aan de, ja, laten we zeggen, slagenspelkwaliteiten van je medespelers. En nou ben ik een slagenspeler sinds de middelbare school. Daar heb ik heel veel toepen, hartjagen en klaviassen gedaan. En dan weet je dat je met bepaalde kaarten een soort van signaal kan geven. Dat je bijvoorbeeld een bepaalde kleur niet meer hebt of dat je een bepaalde slag wilt winnen. Er zijn trucjes voor. Dat aspect, dat kun je hier ook weer toepassen. En het leuke ervan is, mensen die niet zo ervaren zijn met slagenspelen, die kun je daarin meenemen. Dat moet je dan wel aan de voorkant doen, zodat je een beetje wat tips en tricks geeft waar je op kan letten. Het leuke is dat mensen meegroeien in het slagenspel. En ze gaan het spelletje zien. En dan wordt het slagenspel, wat ik van nature al super leuk vind, wordt nog veel gaver. Omdat je kan zien van oké, hij speelt nu die kaart. Oh, dan wil hij dat ik nu hiermee uitkom. En dan kom je uit en dan zie je inderdaad dat er dan gebeurt wat je had verwacht. En dat is super gaaf. Maar het is wat mij betreft gewoon echt een super gaaf spel. Ik vind het coöperatieve element leuk, het samenwerken, de beperkte communicatie is sterk. En ik ben gewoon een grote fan van slagenspelen en de twists die hierin gedaan zijn. Het feit dat je het coöperatief maakt, waardoor je als ervaren slagenspeler dat ook kan spelen met mensen die nog nooit een slagenspel gespeeld hebben. En waardoor je met z'n allen gaat groeien en leert communiceren zonder te communiceren. Dat is iets wat ik fantastisch waardeer aan The Crew. En dat maakt wat mij betreft The Crew het beste spel wat ik gespeeld heb in 2020.
En dat was weer mijn top 10 2020. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. Het zijn in ieder geval allemaal spellen waar ik enorm veel plezier uit gehaald heb. En waarschijnlijk in de komende tijd nog heel veel plezier mee ga hebben. En wie weet zit er voor jullie ook nog wat leuks tussen. Blijf gezond, blijf veilig. Hele fijne feestdagen alvast. En hopelijk dat we elkaar volgend jaar weer ergens kunnen treffen op een beurs. Ik wens jullie in ieder geval hele fijne feestdagen toe. Not Spellenzolder.